Sleutelpersonen of mensen met een migratieachtergrond zijn heel hard nodig om ook een stoppen met roken coach te worden. Omdat zij veel beter weten de mensen te bereiken, hun doel te bereiken, doelgroep voornamelijk. Ik wacht nu op Magali, zeer inspirerende dame, dat weet ik nu al. Ik zit er helemaal klaar voor. Magali, wat fijn dat je er bent en ons informatie gaat geven over het stoppen met rokencoach zijn. Want jij bent stoppen met rokencoach met een migratieachtergrond. Waarom is het eigenlijk zo belangrijk om een coach te hebben met een migratieachtergrond? Ik denk dat het belangrijk is omdat je raakvlakken hebt met elkaar. Je kent de cultuur, je weet hoe mensen zijn. Ja, de woorden die je moet gebruiken om mensen op zijn gemak te laten voelen. Dus het is toch een tussenstap om toch mensen te kunnen bereiken. En dan maak je gewoon makkelijker een band met elkaar om toch het gesprek aan te gaan over roken. Dat mensen gewoon zien dat je bent niet de vijand die hun sigaret komt afpakken, maar dat je echt wil gaan helpen. En de ondersteuning bieden waar ze zo graag naar op zoek zijn. Waar haal jij je kracht vandaan om het vol te houden en om te kunnen doorzetten in het doen wat jij doet? Mijn kracht haal ik uit mijn levenservaring. Wat ik allemaal heb meegemaakt om te leren om te denken. En dat is ook het motiverende, dat je mensen de ogen openen om vanuit een breder perspectief kijkt naar het totaalplaatje. Want het is, stoppen met roken is echt iets heel persoonlijks. Je raakt mensen toch in hun privé, zeg maar. En het is goed om die spiegel voor te houden, om te blijven zoeken naar jezelf, om te pellen, om uit te zoeken van wat zijn de redenen waarom ik moet grijpen aan een sigaret. Als ik iemand bij de intake spreek en ongeveer 3 maanden later spreek, en soms is het gewoon echt een verschil van dag en nacht. Weet je, mensen glinsteren uit hun ogen, die zijn gaan wandelen, meer bewegen. En daar ben ik blij dat ik aan de zijkant als een cheerleader mensen kunnen blijven motiveren om door te zetten. En je bent echt een inspiratie. Ik kan uren naar je luisteren, want ik merk inderdaad dat waar jij je vooral op doelt is toch die mindset achter het stoppen met roken. Mensen willen vooral gezien en gehoord worden. En als je die connectie kan maken vanaf het allereerste begin en dat weten te houden. Want ik vertel altijd, weet je, we gaan als team samenwerken. Het is net zoals je aan het tennissen bent, zeg maar. Je bent tegenover elkaar, maar als ik de bal gooi, dan verwacht ik dat ik van jouw kant terugkom. En zo creëer je toch een band met elkaar. En mensen ook perspectief bieden. Vragen, weet je, waar word je blij van? En meestal denken we niet over dat soort dingen. En soms zie je echt, soms moeten mensen gewoon heel diep nadenken. Maar uiteindelijk komen de antwoorden wel. Eenmaal als je begint, dan borrelt het wel naar boven. Ja, dit was het gesprek met Magali. Wat een inspirerend verhaal. En wat ik vooral zo mooi vond, is dat zij de kracht haalt uit haar eigen levenservaring. En dat ze het vooral over mindset heeft. Dat eigenlijk de manier is om mensen te motiveren en rookvrij leven aan te gaan. Wat een bruisend persoon was dat net.